Helemaal door. Ik moet stoppen. Hoi allemaal, mijn naam is Sophie en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video gaan jullie erachter komen wat het geslacht is van de baby. Dit is namelijk de video van onze gender reveal die wij gedaan hebben op 3 december alweer. Dit hebben we bij mijn moeder thuis gedaan, want zij heeft gewoon meer ruimte en ik hou niet van troep en mensen in mijn huis. Dus we waren met z'n allen in Eindhoven en ja, we waren gewoon vrienden en familie. Wij hadden gekozen voor een pop-inside balloon, waar die je dus popt. Je popt de ballon en dan binnen in de ballon popt een ballon met poeder. Maar het gaat dus wel eens mis en dan klapt ook de buitenste ballon. Dus daar had ik de hele tijd, nou echt wekenlang heb ik daar stress om gehad. Omdat ik gewoon niet wou dat die ballon stuk ging. We konden niet naar buiten. Het was december, het was koud. En ik wilde per se die ballon, want die vond ik het mooist. Dus om de stress wat te verminderen, hebben Jeroen en ik stiekem alvast naar het geslacht gekeken. En niemand was hiervan op de hoogte. Ik moet zeggen dat we allebei best wel blij waren dat we dit hadden gedaan. Want anders was die dag heel stressvol geweest en hadden we er niet van kunnen genieten. We hebben wel tegen iedereen keihard gelogen. En gezegd dat we het niet wisten. En iemand moest natuurlijk de kleur regelen voor de ballon. Dus dat was Josephine. Die heeft tot nu in de veronderstelling geleefd dat zij de enige was die het wist. Dus excuses hiervoor. Nu stop ik met praten. En hier is dan de video van het geslacht. Denk je? Het is een video. Een meisje. Een meisje. Ik denk ook een meisje. Een meisje. Meid. Een meisje. Ik denk het. Wat denk je dat het wordt? Een jongetje. Jij ook, Jan? Ja. Een jongetje. Jaap? Ja, ik denk... Wat denk je dat het wordt? Ja. Ik denk een meisje. Een meisje. Wat denk je dat het wordt? Dat zie je toch? Hey. Een meisje. Team girl. Gefeliciteerd. Wat denk je dat het wordt? A guy, of course. Of course, het wordt een jongen, een moeder. Ik weet het niet zeker, maar ik heb wel een sterk gevoel. Ja. Team girl, of course. Nou, nee. Wat denk je dat het wordt? Het is een boy. Een boy? Ja. Wat denk je dat het wordt? Jongetje. Een jongen? Sowieso. Team girl? Mm. Maar jij denkt dat het wat anders wordt, hè? Ga je in de camera zeggen dat het wordt? Lucy denkt dat het. Je bent je sticker van ja, mij. Ja, ik was hem kwijt. Lucy denkt dat het een meisje wordt en mama denkt dat het een jongen. Een jongen. Jongen, hè? Oh. Even tussendoor, wat mensen trouwens opviel, was dat ik een andere geur op had. Dit klinkt misschien heel raar, maar ik verdrink mezelf altijd in hetzelfde luchtje. Namelijk Cloud van Ariana Grande en die zit hierin. Mocht je nou afvragen, waar kijk ik naar? Dit is een travel case van Parfumado. En Parfumado is dus een abonnement waarbij je iedere maand een nieuw geurtje kan ontdekken. Bij Parfumado kan je kiezen uit meer dan 550 bekende merken. En er staan heel veel grote merken op. En wat bekendere parfums, maar ook nog wat minder bekende geuren. Dus het is super leuk als je gewoon een keer wat nieuws wil ontdekken. En dan zit je dus niet meteen vast aan een grote fles. Ik weet niet of jullie wel eens overkomen, maar ik heb wel eens een parfum gekocht. Omdat ik dacht, nou, ziet er leuk uit. En het rookt dan wat minder leuk. Dus dit is gewoon ideaal als je even wat wil uittesten. Ik spuit hier in ieder geval ruim een maand mee. Je zou hier sowieso 30 dagen lang 4 keer per dag mee moeten kunnen sprayen. En ja, het is gewoon ideaal. Je kan dit overal mee naartoe nemen. Je hoeft niet zo'n grote fles mee te zuilen in je tas. Je kan hier ook mee reizen. Het ziet er super leuk uit. Het past in al je tassen. Ik word er helemaal wild van. Ik merk het alweer. En mocht je nou zoiets hebben van wow, hij is nog niet op. Ik moet even rustig ontdekken. Kan je het altijd gewoon eventjes pauzeren of stopzetten. Dit kan gewoon iedere maand. Zit geen gekke... Het is een abonnement, maar er zitten geen gekke strings attached aan. Dus mocht je nou benieuwd zijn, klik dan op de link in de beschrijving om mijn favorieten te bekijken. En probeer nu je eerste maand voor maar 7,50 met mijn kortingscode OESRI50. En nu door met de video. 10. Ja. Oh my god. Ja, je wilt vertellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niet meer prikken. Ik ben er heen.
Jij bent helemaal door. Ik moet stoppen. We zijn net bij in Eindhoven, bij Echo Eindhoven geweest. Ik klink net gesponsord, is niet gesponsord. Voor de geslachtsbepaling. En onze geslachtsreveal is pas 3 december. Alleen we hebben besloten dat als we vandaag kijken, dat we meer van die dag kunnen genieten. In plaats van dat we hiermee bezig zijn. Alleen we gaan iedereen wel in de illusie laten dat we het niet weten. En dan gewoon acteren die dag. We gaan een envelop aan Josephine geven voor de genderreveal. En dan gewoon haar ook in de illusie laten leven dat zij de eerste is die het weet. Zullen we gaan kijken? Wat denk jij? Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik ga even, de ene dag denk ik, oh ik moet echt een jongen. En dan denk ik, ik moet een meisje. Het boeit me allebei niet. Maar ik denk dat als ik een jongen heb, dat ik denk, oh waarom geen meisje? En als het een meisje is, denk ik, oh waarom is het geen jongen? Doe me de envelop open bij alle twee. Kut. Kan echt niet. Ik dacht dat het een meisje was, maar juist omdat ik zo zeker ervan was, denk ik dat het een jongen is, gewoon puur met mij te prinken. Oké, zullen we gaan kijken? Ik denk dat dit zoveel grappiger is dan met zo'n ballon. En dat we dan gewoon op die ballon prikken en dan gewoon... gewoon doen alsof. Oké. Okay. Oh, ik ben echt een beetje bang. Ik doe mijn bril af, want ik detecteer heel irritant. Wat als het een jongen is? Nou, shit. Ja, ik denk het. Nee, het moet wel een meisje zijn. Eerst even die USB-stick eruit halen. Oh, ik ga bijna over mijn nek. Het is, het moet wel een meisje zijn, toch? Ik durf het niet. Ik durf niet. Kom op, ik kan er al bijna doorheen kijken. Ik durf niet te kijken. Moet je nagaan, als ik deze stress zou hebben op die genderreveal, zou ik helemaal geen leuke dag meer hebben. Nee, ik zou me echt kapot gaan van de stress. Dus het is beter om het nu gewoon te weten. Oké, okay. Ik durf niet te kijken. Nee, we gaan niet kijken. Ik durf niet. Zullen we? Mijn hart, jongen. Oké. Oké, 3, 2, 1. Meisje. Ja, dat wist ik al. Een meisje. Nou, dan weten we wel welke naam het wordt. Ja. Het staat erop. Meisje. Ik kan niet zien wat dit nou scherp. Hier staat het, meisje. Ja, eerlijk, dat hadden we echt wel verwacht. Ja. Het zou eerder raar zijn als het een jongen was dan een meisje. Klopt. Die TikTok waarzegger had ook gezegd meisje. Dus ja, dan moest het wel kloppen. Jouw gevoel ook. Ja, ik wou alleen maar zoete troep eten, dus het moest wel een meisje zijn. Oké, okay, nou. It's a girl. Oh. En nu moeten we dus gewoon anderhalve week acteren. We're gonna give the best performance of our life. Dat is weer die ballon. Ik heb er nu veel meer zin in. Zo, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Oh, dat is een meisje! Zo gaan we dan doen. Ik heb wel veel meer zin in nu. Omdat het een meisje is. Nee, maar nee, de genderreveal. Nu, ja, inderdaad. Ik ook, want ik had al stress om die dag. Want ik zat er alleen maar naar uit te stressen. En nu is het gewoon... Wat heb jij geregeld dan? Voor de genderreveal dat je wil stressen? Ik heb niets geregeld. Maar gewoon het... Wow. Gewoon meteen een aanval. Je hebt zoveel georganiseerd en gepland, inderdaad. Dus ja, dat kan ik niet. Ik snap het helemaal. Maar ik vind deze foto's dan niet helemaal duidelijk, want deze is allemaal ingezoomd. Maar ja. Meisje! Het is vandaag 23 november en ik heb hier iets heel bijzonders, namelijk het geslacht van de baby. I can't wait to find out. Ik voel me heel vereerd dat Sophie en Jeroen het aan mij toevertrouwen om het als allereerste te weten. Daar ben ik echt super blij mee en heel dankbaar voor. I love you guys. Ik had vannacht een droom dat het een meisje zou worden. Dat heb ik ook heel lang gedacht dat het een meisje was. Maar ik zat ook laatst wel een tijdje op een jongen. Dus ik weet het niet. We gaan erachter komen. Oh, ik vind het echt heel spannend. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Maar het is toch heel erg leuk om het te weten. Oké. Okay. Waar staat het? Waar staat het? Waar staat het? Mag ik het zeggen? Het wordt een meisje. Oh.
Oh, wat leuk. Een meisje. Kijk, hier staat het. Er staat meisje. Ik moest er echt lang naar zoeken. Hoi allemaal. Inmiddels zijn we alweer 2 dagen verder. En zoals ik al dacht, was het dus een meisje. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie dachten. En ik vond deze genderreveal leuk om een keer mee te maken. Maar ik zou het niet heel gauw nog een keer doen. Ik wil wel nog iedereen die er was heel erg bedanken voor het komen. En ik dacht misschien leuk om een paar van mijn favoriete cadeautjes met jullie te delen. Ik begin met deze. Dit is toch wel echt mijn favoriet. Gewoon puur om het feit dat ik het van Remy heb gekregen. En dat Remy de grootste PSV-fan is die ik ken. Een PSV-badjasje. Ik had trouwens een blauwe en een roze gekregen. Just in case. Dus de ander hangt boven. Maar ja, dit PSV-badjasje. Dit tutteldoekje, volgens mij heet het zo, met een eend. Die vond ik gewoon heel schattig. Er zat ook nog een eendenknuffel bij. En hij is lekker zacht. Jaap zit er al na te azen hier. Maar die is niet voor jou. Hij wil heel graag... Hij is heel erg geïnteresseerd in al het speelgoed. Maar goed, dit tutteldoekje dus. Van Jade had ik echt een hele tas vol met kleding gekregen. Jade heeft net een tweeling gehad en daarvoor ook al een kind. Dus ik heb echt zo'n grote tas met kleding gekregen. Maar ik heb een paar van mijn favorieten eruit gehaald. Dit pakje met voetjes. Ja, dit is echt heel schattig. Ik heb geen idee of je dit gewoon zo aantrekt wat er nog hier wat onder moet. Ik heb eigenlijk überhaupt gerealiseerd dat ik niks weet van baby's en hoe je ze moet aankleden en luiers en zo. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet doen volgend jaar. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik heb van Jade ook een bad en een wiegje gekregen en zo. Dus dat staat ook allemaal boven. Dat laat ik jullie zien in een andere video. Maar ja, dit pakje. En... dit pakje zat ook in die tas. Eigenlijk soortgelijk. Gewoon heel zacht en met voetjes eraan. Ja, dat maakt het sowieso alweer een stuk schattiger. Dan heb ik nog deze schoentjes. Dit is niet voor jou. Hier zaten ook nog een broekje en een muts bij. Dat is echt een leuk setje. En ja, deze zijn gewoon super schattig. Kan je echt bijna niet voorstellen dat iemand dit serieus aan gaat trekken. En dat het dan ook nog in je buik heeft gegroeid. Ik ben zo benieuwd. Een aantal dingen heb ik ook dubbel gekregen. Of zelfs triple. Zoals deze. Maar ja... volgens mij moeten die dingen ook behoorlijk snel weer de was in. Dus dat is alleen maar handig. En hetzelfde geldt voor deze Nijntje Rammelaars. Als je dit kijkt en je wou me een cadeau sturen... zou ik niet voor Nijntje Rammelaar gaan of voor dat tutteldoekje. Laat me even weten. Ik heb nog een kinderwagen nodig. Grapje. Maar ja, dat waren een aantal van mijn favoriete dingen. Ik heb echt superveel leuke dingen gekregen. Dus ja, dat was alweer deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.